Kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus, jawel. Ik ga je één ding zeggen, ja, het zijn twee fragmenten heel kort op elkaar dat ik ben aan het maken. De vlog van gisteren, wat jullie hebben gezien, heb ik ook nu juist afgesloten. Waardoor, ja, ik heb het ook nog een keer zeggen. Mijn sleutels waren tussen de liftschaft gevallen en al. Maar, subiet gaan we wandelen. Ik wil gewoon heel graag weten wie je bent. Ik wou dat woord, dus dat lukte niet. We gaan dus zelfs wandelen bij Sommeren. Wandelknooppunt 57. Wandelknooppunt 63, daar beginnen we. Naar wandelknooppunt 57, 56, 89 en dan opnieuw 64. In totaal een wandeling van 6,7 kilometer en het gaat ook wel een hele leuke wandeling zijn. Want het is, zie dus, een mooie vijver in het midden van Beven. En dan, ik denk, allemaal mooie stukken voor gaan te wandelen. Maar daar ga ik opnieuw een timestampje van maken. Dus ik zal zeggen, geniet er maar van. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. We zijn hier aankomen bij Malpi. De Malpi in Nederland. We gaan wel een stukje van die 10 kilometer wandelen. Afsnijden, want wij wouden eigenlijk maar een 6 kilometer wandeling doen. Dus we gaan een shortcut nu al maken. Dan zien jullie dat ook. We gaan ook onze pacer aanzetten. Dat we zeker weten dat we op het juiste punt terug arriveren. Ah, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Ik zal zeggen, veel kijkplezier weer al met een wandelvlog. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.
we lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight and put our trust in things of this material world, of things that fade. Zo mensen, we zijn terug aan de wagen aangekomen. Ga ik alles in orde maken voor terug richting mijn thuis te rijden. We hebben een hele mooie wandeling gemaakt. Ik zal even zeggen, als ik het nog heb, staat die hier nu in beeld voor 20 seconden. Ik hoop dat je alle informatie hebt gehad. En nu richting mijn thuis uit. Dat zijn we allemaal. Zo, na die grote wandeling gaan we ook nog even de Carrefour binnen. Dan gaan we eens kijken voor te eten, te drinken. Want ik wil mijn lekkere Fanta ook nog drinken voor deze namen nog zo wat buiten te kunnen zitten. Dus dan gaan we dat ook even kopen. Hier weet ik wel. Zo, even gewoon eens vlug eens zeggen wat ik het allemaal eens heb gekocht. Een fles duvel, koffie, doorheidbed. Twee keer Lipton Iced Tea, Boonie, Hagenslag. Vier flessen Fanta, Lemon. Drie toosjes Dinosaur. Eén Liebedig tomatensoep. Een pakje chips en twee keer sixpack Red Bull en dan nog een kraatje voor alles terug daarin te doen. En dan voor moederdag heb ik dit gekocht. Ik weet sowieso dat mijn mama niet kijkt naar mijn borst, dus ik kan het erin steken. Dus, maar nu niemand, zeggen, nu niemand iets doorsturen naar mijn mama toe. Dat is wel dan heel stout, hè. Want ik weet dat dit zaterdag online komt en moederdag is zondag. Dus opgepast, hè. Klet op, hè. En deze liefde hier in de ogen. En dankjewel ook een shout-out naar hier naar een shopstudent. Die ook wat de foto is gegaan met mij. Top. Zo, hier in het centrum even aangekomen. Ga ik een lekkere sigaretje roken. Terwijl dat ze even binnen zijn in de kebabzaak. Ik weet dat mijn klak staat ook op halve zeven. Ik kan jullie even hier zo zetten. Voilà. En daar is precies wel iets bezig in jeugdhuis De Molen. Ik weet niet wat juist, maar ik ga even in de koffer. En daarvoor heb ik wel mijn sleutels terug nodig. Denk ik, hè. Ah nee, toch niet. Toch niet. Ben ik eraan? Ik weet het niet. Oh, ik heb van alles naar achter gegooid. En ik moest niet in mijn koffer zijn, maar ik moest gewoon in mijn dingen zijn. Ook al niet. Allee. Toch dan in de koffer. Ja, toch in de koffer. Hoi. Ik zal zeggen, de mensen die hebben gefeest hier in Alken, ik hoop dat jullie het naar jullie zin hebben gehad. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo, thuis aangekomen. Ik heb een kleine 3 minuutjes met de tijd voor dat mijn pc is opgestart en de vlog in de upload staat. Dan is ook mijn spaghetti klaar, dan kan ik die ook meenemen naar onder toe. Want we gaan nog lekker buiten zitten. Nog van de laatste zonnestralen genieten. Ja, ze komt hem toch halen. En een hele mooie achtergrond vind ik. Echt waar, een hele mooie. Heel mooi. Dan klik ik op YouTube. Dan... Voilà, hij staat in de upload. Dan, hoe lang gaat dat duren? Eens even kijken. 4 minuten.
Dus ja, ik moet sowieso daar altijd extra minuten bij tellen. Dat ook voor de controle en al te goed gedaan is. Dus 4, dan is het 25. Dus op 30 ga ik hem online laten komen. Dus 19:30 uur. Dus 30 minuutjes iets later dan normaal gezien. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Plannen. Voilà. 20:30. De 10e. Plannen. Voilà, ze. Hij staat ook online. Voilà, ze. Sluiten. En laat het nu maar gewoon bezig zijn. Allee. Dan ga ik ook eens mijn spaghetti eten. En dan gaan we nog... Ik weet nog niet wat we dan nog gaan doen. Ik hoop dat jullie wel ook al van de wandelvlog hebben genoten. Oh, toch een redelijke wandeling gemaakt. Top. Allee, tot straks allemaal. Jojojo. Ja, mensen. Wat kom ik nu wel allemaal te weten en te horen van Joost Kleine, daar van Nederland. 12 points go to Netherlands. Wou ik heel vaak horen van naar Joost Kleine toe en al. Maar wat er allemaal gaande is. Allee man, Joost, wat zeg jij allemaal van plan? Wat hebben ze daarmee gedaan? Ik zal het even ook in de puurprovincie zeggen. Ergens iets in de puurprovincie zetten.